primaire moment, het is vandaag 14 september. Gaan we iets, schat? Japanse thee, ja. Oké, hou ervan. Lekker hoor. Ja, lekker verse groenten allemaal. Ja. Ja, dit een nieuwe lading water op binnen gehad. Of er komt binnenkort weer een kortingscode. Maar eerder dat jullie deze vlog zien, is de kortingscode waarschijnlijk al voorbij. Dus dat geen zin. Kindje lekker aan het spelen. Wat zijn jullie aan het spelen, jongens? Dit. Hey, Olaf, je speelt vals dat ik ben. Oh, wat doe jij nou, Elin? Ga je nou eens. Kijk nou. Ga je staan? Ga je staan? Wat knap! Wat knap! Ze gaat ze meeklappen, dan valt ze om. Ja. 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 Ze gaan niet zitten. Nee. Ze snel moet gaan zitten. Oh, nu moet. En nu moet jij redden of zo? Ja, ja. Ze snel met je taak. Heel boom. Ik heb er geholpen. Heel goed. Ja, je bent een spelletje. Kan Sarah dat spelletje ook niet spelen, hè? Nee, want dat begrijp je toch niet. Hoezo? Ik zou in dobbelsteen gewoon een club pakken. Dat is een spelletje, hoor, nog. Is het moeilijk? Ja, dat mag hij. Hij vindt het heel erg leuk. Hij moet wel iemand zijn met hem spelen. Ik heb het wel eens een keer met hem gespeeld. Kleurentoortjes. Hoe ga je binnen dan? Als op een gegeven moment bijvoorbeeld zijn er geen kleurtjes meer. Zo kan bijvoorbeeld hij gooit geel en dan is het geel op, want ik jongens, had geel. Dan heeft hij op een gegeven moment, dan kan hij niet meer, zo. Dan moet ik, zeg maar. Ja, Julia, jij zit alle gewogen in je bak fruit. Wat is dit nou? Ja, dat is wel een heel simpel spel. Nou, dat vind ik echt niet leuk. Ja, sorry. Eén is het zich druk te maken daar op de grond zitten. Ja? Geel. Ik kom even lekker bij jou zitten, schat. Zijn ja. Maak het een beetje iets van. Oh, is goed. Geef haar wel foto's. Ja, dan is zij het wel een beetje twitter. Goed, schat. Ja, papa gaat even jouw eten geven. Ja. Ja. Komt eraan. Bij de schild. Nou, Kies gaat spelen. Linda is aan het eten koken. En ik ga even eten geven. Met groenten. Ja? Wat is dat? Met rijst en kalkoen in een roomsaus. Ja, wie verzint die combinatie van kinderen? Waarom doen die gewoon aardappels, groenten en vlees? Ja, gewoon aardappels, wortels met stukjes vlees erin. Ja, je krijgt lekker gemengde groenten, rijst en kalkoen. Goed, ik ga afsluiten, ga je helpen. Nee, weet je nooit ook in. Hyperdip, hoera! Hyperdip, hoera! Nou, het is vandaag 18 september. Julia gaat cupcakes bakken. Ja. En dan gaan we weer vloggen. Ik ben rijst aan het maken. Kijk, ik heb gekleurde. Ja, Olivier heeft gekleurde rijst aan het spelen. Nee, dat heb ik zelf gedaan. Wat is de bedoeling, Julia? Wat? Wat is de bedoeling? Cupcakes pakken. Ja, je gaat alle ingrediënten even pakken. Ja, en de dingetjes die we nodig. Ja, ik had het helemaal zelf. Ik mag chips maken. Ja. Kan ik het niet in de oven zetten. Nee, doe ik wel. Kan ik even vertellen hoe je het gaat doen allemaal? Ja hoor. Wat is de versiering? Moet het ook mee in de oven? Wat? Moet de versiering ook in de oven? Nee. Moet die erop als die klaar is? Ja. Okay. Oh ja, suiker. Ik pak ze bovenin. Ja. Waar staat dat? Even kijken hoor. Wat is het nou? Hier, daar. Het steekt uit. Ja. Nou, wat gebruiken we ervoor? Een pak boerencake. Ja, want dat is een soort, dat kruimelt minder. Van de koopmans, want dat kruimelt is. En dat werkt beter dan die muffin pakken wat je koopt? Ja, en die kruimelt is super genoeg. Ja, dat klopt. En hier zit ook meer in. Ja. En het is ook. Is dit genoeg voor 12 cupcakes? Meer. Ja? Okay. Ja, letterlijk meer. Oké, okay, dat is goed. We hebben zelf een verslag. Misschien kunnen we wel twee keer bakken dan. En we hebben eieren. Nee, we hebben toch nog eieren bij. Oh, nee, natuurlijk wel. Maak toch heel pak klaar. Ja, maar dan hebben we.
Bovenin, Julia, helemaal links leggen de eieren. Ben je blind? Ja, dat denk je wel. Ja, ik zie maar niks. Nee, kan je er niet bij. Pak het zo. Ah. Ja, daar. Oh, zag ik niet. Ook boter. Moeten we dan gewoon dit boter of echt? Ja, van die... Is dat wel roomboter? Ja, of margarine. Dus je kan ook van die bak en braad pakken, daar bovenin. Je kan ook, deze kan ook gewoon doen. Nee, maar dat ziet er niet zo lekker uit. En dat is een roomboter, schat. En dat is geen 200 gram ook. Dat is bakken. Nee, ja, ik doe wel gewoon normaal boter. Schat, dat kan niet. Je kan er geen normale boter op brood kan er niet in. Het is of roomboter of margarine. En dat is margarine. Dat staat op het pak. Ja, kun je raar kijken. Hè? Maar lees het pak maar even. Linda, dit is toch gewoon margarine of niet? Dat is toch goor? Dat is toch gewoon margarine wat erin moet? Ja, zie je wel. Nou ja, dat weet ik. Dat gaan we al. Ik vind het dus altijd, bloemend. Ik weet niet of dit hetzelfde is. Dit is bak en draad. Ja, dat zeg ik. Bak en draad. Wat zeg ik dus net? Ja, wacht even. Vlees. Anders moet je het even snel halen in de winkel. Wij zegt in de winkel, we kunnen het met maal poten. Ik zou dit niet doen, nee. Nee? Nee. Dus zij voor een koekenpan. Dus keihard. Dit is echt wel wat anders. Ja, weet ik niet. Nou, dan moet je even snel naar de winkel gaan. Met een fiets. Ja. Nou, met fiets. Het regent. Zal ik even gaan? Nee. Nee, ik ga wel even snel. Ik weet nog maar hebben, ja? 200 gram roomboter, zei je? Nou, ik ga even snel. Roomboter, zei je toch op de pak? Ja, van Blueband. Roomboter of margarine? Van Blueband. Ja, ik haal even, ik ga even snel, ja? Tot zo. Daar zijn we weer. Zeg ook net 10 keer. Wie jij nou? Moet je kont schudden? Ja. Ik vind het wel beter verliezen. Nou, ga even naar de wc, schat. We gaan beginnen. Ja, en we hebben ook. Ja, dat ruim ik wel op. Dat komt goed. Oké. Ga maar even naar de wc, dan. En een banana. Blijf even alsjeblieft van jou wel. Ja. Ja, nee, wacht maar even op. Leg er twee te slapen aan, hè? Je wacht maar even. Had je iets eerder moeten gaan, hè? Nou joh, boter zit in de bak. En nu? Wat gaan we nu doen? De suiker, want die moeten we er nu bij doen. Ja, maar waar staat op de verpakking dan dat je suiker in moet? Ja, dat stond de vorige keer. Dat hebben we de vorige video ook gehad. Hoeveel suiker doe je erin dan? 225 gram. Echt serieus? Ja. We hebben wij de vorige keer wel bij gedaan. Ja, maar had je toen wel die koopmans... Ja, we hadden gewoon precies dit. Ja, Linda, Julia denkt dat er 250 gram suiker bij moet, maar... 25. Hè? 25. 225. Maar dat hadden wij de vorige keer dus ook gedaan. Maar dat staat niet op de verpakking. Dan moet het toch niet bij doen, denk ik. Dat hadden wij de vorige keer ook gedaan. Papa kan helemaal niet lezen, dus hij weet het even niet. Dus hoe kun ik nou weer niet lezen? Dat moet ik op school. Hoeveel suiker hadden jullie erin gedaan, zeg jij? 250. Nee, dat bestaat niet. Heb jij andere meer? Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Want hier zit al suiker in. Echt? Ja, kijk naar ingrediënten. Suiker. Er staat er ook echt niet bij. Als je hier suiker in gaat doen, dan is het niet te eten. Nee, super zoet. Je hebt ook een mix. Je hebt ook gewoon meel. Dan moet je het helemaal zelf maken. Dan heb je meel, dan moet je zelf suiker erin doen en allerlei dingetjes. Ja, ik denk dat ze dat heeft gehad, dit is zo'n bakmeel. Dit is cake mix en de suiker zit hier al in. En de bloem. En ik denk dat jullie met bloem hebben gedaan. Alleen bloem en dan suiker en eieren. En je kan je echt geen 250 gram suiker in doen. Dat kun je gelijk weggooien. Dat bestaat niet. Ja, het wordt helemaal bruin en over. We karamelliseren ze helemaal. Dat is heel leuk. Bewaar je maar die suiker voor een andere keer. En dan vraag je eerst maar eens aan Lise welke cake mix zij er goed uit gaan. Ja, oké. Dus de cake mix kan erin. Hm? Ja, dit gaan we allemaal met elkaar gooien en dan gaan we. Ik denk dat het goed bent dat jij doet hoor. We pakken. Zullen we toch eerst die boter zacht maken? Nee, ja. Dat stond er niet hoor. Oh, ja, dat heb ik wel zo geleerd. Ik doe dat ja, wel. Ja, klopt met de mixer draaien. Ik ga nou mixen. Ja, nou was het echt één grote bende. Nee, echt niet. Doei, komt goed. Dit is een verschrikkelijk apparaat.
Dat zei ik dus ook al. Ja. Oh, dat vind ik leuk. Ja, hier heb ik een keer met mijn vinger in gezeten dus, hè. Zo, toen die aanstond, mijn vinger, het kopje van mijn vinger erin gezeten. Dankzij mama. Hè, mama? Weet je nog? Weet je nog dat je mijn vinger had geamputeerd? Ja. Yeah, oké. Ja, dat wordt wel. Nou, jullie waren flink aan het mixen. De boter was een beetje hard, dus het ging een beetje zwaar. Ja, want de boter eigenlijk vanochtend al uit de koelkast moeten halen. Dat had ik weer vergeten. Maar ik denk dat het achteraf was na. Maar wat is het aan op toch? Die ziet het wel. Maar het is wel aardig. Het ruikt niet zo lekker. Nee, maar je moet toch niet met je neus boven hangen. Ja, het ziet er goed uit hoor, Linda. Maak je maar uit. Is nu niet lekker. Nee, het moet nog lekker worden. Zal het klontje eruit of eruit niet? Wat zeg je? Zal het klontje eruit? Niet. Ja, nog niet, hè? Een paar klontjes, maar het... Kom lekker door. Ja, snel, hè? Wil ik het even overnemen? Nu de cupcakejes erin, of de, niet de cupcakejes, maar de bodem in de plaat doen. Nee, kijk, je houdt hem gewoon vast. Een beetje. Kijk, kijk eens. Nee, de andere moet je erin doen. De andere, die moet je erin doen. Je doet nou de hele stapel erin. Ja, klopt. Ja, er zit moestoep bij. Oh, ik kon het alweer verpakken, hè. Ik moet even kijken. Ja, maar dat klopt niet, want dit zijn cakevormpjes. 30 minuten ongeveer gedaan. Maar ik weet niet hoe lang jij... Ah, zo. Ja, ja. Zo. We moeten gewoon een beetje in de gaten. Als ze bruin worden aan de bovenkant, zijn ze klaar hier. Dus ik zal het even erin doen en dan kijken hoe die droog uitkomt. Als die droog uitkomt, moet ze nog erin. Oh ja, dat is goed erin. Mooi. Ja. En nog een paar ogen of niet? Zoals wel, ja. Nee. Hier. Nee, weet ik. Nee, ik doe dat zelf niet. Nou, mooi. Leuk. Nou, ik pak even een lepel voor jou. Jongens, heb er nog één over. Ja, die mag terug in het bakje, Olaf. Want er hebben we nog heel veel over. Zie je dat? Ja. Stop je moutjes maar even af, hè. Want anders dan... Kriebeltrui. Mag ik dat? Nee, dat doet Julia even. Jij mag ze straks versieren. Ja. Je kan ook, Julia, je kan ook zo'n papiertje eruit halen en boven de bak vullen en dan erin zetten. Is dat makkelijker of niet? Nou, cupjes zijn gevuld. Ziet er goed uit, Julia? Nee, maar pap, ik kan er niet tegen, want het is nu helemaal vies en het is schoon heb ik. Dan pak even een, misschien een betere tissue, die is veel dunner, kun je beter langs. Dan ga ik de oven aanzetten nu. Gaat die voor verwarmen, dan kan die zo erin. Ja, dan kan je gewoon beter wegvegen met een tissue in het midden. Houdt me heel weinig over, hoor, Julia. Zo is het goed of niet? Dit is goed. Houdt me heel weinig over. Ja, dat is gezond. Ja, maar ik ga het niet bewaren. 12 cupjes is toch goed? Maar jij hebt helemaal niet veel over, Linda. Nee? Nee, 12. Nee, val mee. Er zijn misschien nog 4 cupjes bij elkaar. Dat valt reuze mee. Dus die ga ik gewoon doorspoelen. De beslag echt niet opeten, Julia. Echt niet. Nee, zeker niet. Nou, is goed. Dan gaan we... Nou, die oven die zo 5 minuten heet, Jules. En dan kunnen ze erin. Ja? Dan gaan we daarna... niet een klein bakje of zo waar het in kan. En dan in de oven doen. Nee, ik heb geen bakjes die in de oven kunnen. Nee, doe me niet, joh. Het is goed zo. Ik ruim het lekker op. Het is echt zonde. Ja, dat heb je wel eens moeten eten. Het gaat niet altijd precies zoals je wilt. Het is wel doodzonde natuurlijk, maar...
het is sowieso. Ze zien ook op het werk hebben ze dit gemaakt en daar hebben ze die pit. Yes, kan het komen. Hier gaan de cupcakes. Hila maakt een foto van haar TikTok. Wacht. Ze gelijk je hoofd in beeld. Aesthetic, aesthetic. Huh? Aesthetic. Wat is dat? Wat zijn er? Aesthetic? Ja, aesthetic. Wat zeg je dat? Dat je dan hele korte filmpjes achter elkaar gaat plakken met zo'n filter erop en zo. Oh. Ja, maar ik gebruik geen filter erop. Nee? Nee. Je hoeft het niet altijd, maar dat zijn de meeste aesthetics accounts. Dat doe ik niet. Maar ik heb geen aesthetic account. Linda, wil jij nog wat lekkers? Je hebt nog helemaal niks. Jij lust het allemaal niet. Ja, ik ook. Een dag geleden. Ik hoop het niet, hoor. Nou, cupcakes zijn klaar. Kindjes gaan straks lekker versieren. Kunnen we, gaan we ze vieren versieren? Dus kunnen we ieder allemaal drie versieren? Kun je ze gewoon netjes. Linda had er 6 van niks. En het regent nog steeds. Linda, er legt zoveel water in het gras dat de eenden gewoon zwemmen in het gras. De eenden zwemmen aan de overkant in het gras. Ja, serieus. Heel bijzonder. Ik ga een hartje maken. Dr. Oeter is ook een pizza man. Ik ga Halloween. Ja, ook taarten. Het is een allesmerk zo. Hoezo moet je er zo hard aan knijpen? Ja, omdat het heel taai spul is. Het ziet er lekker uit. Is dat ook eetbaar? Die, ja, ja. Wat smaakt het naar dan? Nee, ik wil niet proeven. Suiker. Ik ga het niet proeven. Hier heb ik een mooie smiley gemaakt. Maar dat ga ik ook nog verder maken. Kijk even de pimpas krijgen. Krijg je dan een kusje voor de pimpas? Ik doe gewoon een hartje maken. Huh? Nee, dat is mijn geld. Niet. Krijg je een kusje voor de pimpas? Dat is jouw geld. Zo wat boost, jongen. Ik koop luiers voor jouw kind. Zo wat boost, jongen. Kus. Geïnteerde koko. Ik wil een andere kleur, want. Ja, mag groen? Thank you very much. Nee, niet in de mond, ja. Dan moeten we bij anderen nog op de cupcake. Dat is een beetje gek, hè? Beetje vies. Smiley. En wil je deze? Ja, ik heb het. Groene neus, ja? Ja. Nou, je zit er mooi zoek mee, hè? Sluitjes. Nou, het is best leuk om op een regenachtige dag te doen, hoor. Ja, toch? Toch, Olaf? Ja. Vind je het leuk? Alleen de volgende keer even de roomboter tijd eruit halen, jullie, ja? Ik had het nog tegen je gezegd natuurlijk, maar je luistert niet. Het is andersom. Oh, was het andersom? Ja. Wat ben jij aan het maken, schat? Een sneeuwpop. Oh ja. Mag ik dit weer eten, want... Ik zie er heel veel in, hoor. Als je als ander kan worden. Rood smaakt lekker. Ja, smaakt allemaal zo. Smaakt allemaal hetzelfde zeker? Ja, tuurlijk. Lekker de dikke laag. Oh, super. Lekker of niet? Ja. Heb je ook al geproefd? Nee, echt niet. Maar ze zijn wel lekker. Zo, ik heb een hapje genomen. Ik vind ze erg lekker. Doe ze er ook een lekker. Ik ga ze zo voor jou afpakken. Jij wou niet meer cupcakes maken. Nee, joh. Het is je eigen schuld. Nee, eet lekker op. Is lekker, Olaf? Ja, het is lekker warm nog, hè? Ja, dat is lekker. Mag ik een hapje voor jou, Olaf? Dus heb ik in één keer zin in een broodje cupcakes. We hebben wel wat taartjes van gemaakt, Stan. Dat is een taartje van gemaakt. Dat is wel uit, Stan. Ja. Lukt het jullie wel niet? Kan ik dit jaar wel maken met de school? Dat is wel zeker. Ja, we staan wel kop worden, toch? Ja. Dan gaan we de tweede cupcake naar binnen bestaan. Ik ga op school mijn vinger opsteken, want dan geeft de juf aan mijn beurt. En dan ga ik zeggen dat we een cupcake zetten. Ja, lekker. Geniet er maar lekker van.